Cultuur in actie, live in Utrecht, vanuit Utrecht, om deze prachtige en hele belangrijke sector een hart onder de riem te steken. We zitten hier met z'n allen voor al die mensen die keihard hebben gewerkt de afgelopen jaren en nog van plan zijn om de komende jaren te werken in deze geweldige sector. Bij mij aan tafel Nelleke Zitman. Ja. Artistiek leidster. Ja. Van De Trap. Dat is een acteursopleiding. Ja. U leidt de acteurs op. Ja. Ik heb ooit een rolletje gespeeld in een film, De Club van Lelijke Kinderen. Goeie titel. En ik heb voor de KRO-NCRV in een serie gespeeld, dat heette Echt Niet Oké, waarin ik verschillende sketches speelde. Ja. Toen kreeg ik ook acteerles van Monique van der Ven. Ah. Kent u die? Ik ken Monique van der Ven. Ja, niet heel goed hoor, maar ik ken haar wel. Ja. Want wat doet u precies als artistiek leidster? Dat mag je zeggen hoor. Je? Wat doe je? Wat doe je als artistiek leidster? Als artistiek leidster bepaal je het curriculum van de school. Dus je bepaalt hoe je wilt dat er lessen gegeven worden. U begint door wie? Gewoon meteen al met dure woorden. Ah, ja. Het curriculum. Ja, curriculum. Dus dat betekent gewoon hoe wil je dat die opleiding eruit ziet. Welke lessen moeten mensen hebben om straks goed te kunnen spelen. Of theatermaker te kunnen worden. Of filmacteur te kunnen worden. Want we hebben heel veel opleidingen op school. Wat voor lessen moeten ze dan hebben? En wat is de opbouw van die lessen? En wat doet de huidige situatie zeg maar, met uw leerlingen, met de opleiding? Wat ziet u gebeuren? Nou ja, het is natuurlijk heel raar. We moesten op een gegeven moment, net als alle andere toneelscholen, wij zijn een privéopleiding, dat is iets anders. Hè. Daar zijn in Nederland vier gesubsidieerde toneelopleidingen, maar De Trap is een van de privéopleidingen. Maar goed, wij zaten allemaal in hetzelfde schuitje natuurlijk. Ja, je zit met acteurs in een ruimte, je krijgt stemles of je krijgt bewegingsles of je krijgt spelles. En ja, dat is allemaal veel te dicht bij elkaar en hoe ga je dat dan doen? Dus we zijn allemaal gestopt. Ja. Ineens was het helemaal afgelopen, midden in het jaar. Het staat echt gewoon helemaal stil. Helemaal stil. Nou, dat is niet helemaal waar. Daarna, toen iedereen flabbergasted thuis zat en dacht, hè, wat nu? Toen begonnen langzaam, eigenlijk nog niet eens zo heel langzamerhand moet ik zeggen, want mensen begonnen al vrij snel nieuwe plannen te bedenken. Begonnen allerlei online dingen te komen. En dat, ik moet zeggen dat ik hoor, ik heb net de hele tijd zitten luisteren naar mijn voorgangers en over, als je het hebt over kunst. Ik had kunst, het over Elsie de Brouw, die dan met La Musica vanuit de huiskamer door. Bijvoorbeeld, maar ook zo mensen op school, docenten of leerlingen die met plannen komen, dat je denkt, wat zijn we toch creatief allemaal de hele tijd. Het is niet te stoppen ook. Mensen willen nieuwe dingen bedenken. Er zijn zelfs regisseurs die dan via Zoom films maken. Ja, we hebben nu, want we hebben in de tussentijd hebben we heel veel zitten zoeken naar wat kunnen we doen. We hebben nu een derdejaarsvoorstelling, want je hebt normale voorstellingen, zitten er mensen in de zaal. En nu hebben we een derdejaars musical op Zoom. Die heet de Zoom Side Story. Oh, prachtig. En wordt gerepeteerd op Zoom. Er wordt gezongen, er wordt gedanst. Maar gaat uw werk nu dus wel door? Ja, ik heb een paar weken een beetje zo thuis gezeten. En daarna, baf, begonnen we weer. En gingen we plannen maken. Ja, er was veel te veel wat moest gebeuren. Ja, want uw voorstellingen. Want uw man is regisseur, ja. Erik van het Woud. Ja. Dus eigenlijk twee mensen uit dezelfde sector, ja, in één huis. Ja. Is dat dan echt een bom die inslaat? Ja, tuurlijk. Want ja, voor ons allebei is het. Je zit gewoon even allebei naar het behang te kijken. Nou hebben wij geen behang. Maar wie is dan degene in het gezin die dan zegt van, Dit moeten we overleven. Nou, schouders eronder, we gaan. Nou, het grappige was dat hij ermee begon. Hij was de eerste die zei, maar we moeten dit, na een week al. Zo. En toen dacht ik, man, doe eens even relaxed. Doe even rustig, want het is allemaal zoveel dat er op ons afkomt en zo. En toen daarna keerde het zich een beetje om. Toen werd ik langzaam, ik ben misschien wat langzamer, ik kwam wat langzamer op gang. En nu zijn we allebei met allerlei plannen bezig. En beginnen we ook binnenkort. We gaan alle lessen die niet gegeven zijn, gaan we inhalen. Ondanks dat jullie zowel uw man Erik, als u zelf best wel ondernemend zijn en met allerlei nieuwe ideeën komen, waarom is het desondanks toch belangrijk om hier vandaag te zijn? Nou, wat ik zo mooi vind aan de theaterschool De Trap, het is een privéopleiding. Dat betekent dat mensen 4 jaar naar school gaan, 2 dagen in de week, maar die hebben daarnaast een baan en kinderen. En dat zijn mensen die al hele studies achter de rug kunnen hebben. Het is wisselende leeftijden, maar dat zijn mensen die het niet kunnen laten om te spelen. Die het niet kunnen laten om theater te maken. En die het ervoor over hebben om 4 jaar lang naast hun, wat ze allemaal verder nog doen, te studeren. En verhalen te vertellen. Ja. En niet te stoppen. En gewoon door te zetten. Nou ja, dat bewijst hoe diep het zit en waar het vandaan komt. En hoe belangrijk het is voor mensen om zich te uiten.
op dat gebied. Op en om te zijn wie ze zijn. En om te zijn wie je bent. Want zoals precies. Marjolein Indermeij het net vertelde, een beeldend kunstenares die ik hier aan tafel had. Ja, dat zag ik. Je wordt geboren als kunstenaar. Ja. Daar moet je een gen voor hebben. Ja. Nou, je moet in ieder geval een ontzettend groot drang hebben, ja. Dat is misschien wel een gen, ik weet het niet. Maar je moet. Ja, en zonder die drang kom je er ook niet. Nee, denk het niet. Want en al helemaal niet in Nederland, waar je inderdaad weinig subsidie hebt en er niet echt meegewerkt. Ik bedoel, ik heb ook in Duitsland niet veel gewerkt daar, maar ik heb er wel veel kennis van genomen. Andere bedragen. Maar alles. Als je op straat in Berlijn vraagt, meneer, of bij de bus vraagt, ik moet naar de komische opera, ik noem maar wat. Het bedrijf al op, weet niet hoe lang opera wordt gemaakt. Dan weet iedereen de weg. Ja, ja, ja. En hebben ze vorige week zondag hebben ze een opera gezien. En, ja. Maar dat is in Nederland heel anders. Vindt u dan sowieso dat er in Nederland veel te weinig aandacht wordt besteed aan cultuur? Ja, dat kan je dan misschien ook weer niet zeggen. Ik geloof dat er in Nederland best wel aandacht wordt besteed. Het is meer het aanzien. Het lijkt net alsof er in Nederland een beetje la-di-da over gedaan wordt. Terwijl in landen als zeker Duitsland, maar ook in Engeland. Ja, maar u noemt Duitsland, maar bijvoorbeeld België. Eindigt elke avond het 8-uur-journaal met een cultuuritem. Ja. Dus nieuws, weer, sport en een cultuuritem. Ja. Ja. Dat hebben we in Nederland niet. Nee, dat hebben we niet. Dat doen we niet. Ik weet niet waarom dat is. Ik heb geen idee. Ik vind het bizar. Ik vind het echt bizar, want we hebben natuurlijk grote schilders, grote componisten, grote theatermakers, acteurs. DJ's over de hele wereld. Eigenlijk zijn we wat dat betreft een heel erg bevlogen volk. Ja. Absoluut. Mag ik u enorm bedanken voor uw gloedvolle betoog? Ja, en nou, hoeveel mensen gaat u tekenen? 200 man. 200? Ja. Wie zijn dat dan? Dat zijn leerlingen en docenten. We hebben alleen al 45 man in dienst aan docenten. En dan hebben we nog leerlingen. Die gaan er meteen op. Ja, zeker. Dank u wel. Nou.